Net levering toegekomen met een zalige nieuwe boek en ik ben kei geïrriteerd erdoor, want ik wou gewoon dat ik hem zelf had kunnen bedenken en had kunnen maken. Het is een boek over allemaal onzichtbare dingen. Ik zou die boek normaal even op mijn poef gooien, maar het zit vol met dozen. Eerst even stil bij de zintuigen, want ja, die onzichtbare dingen, dat zijn dus alle dingen wat je niet kunt waarnemen met je ogen. Maar, dat wil ik niet zeggen, dat er dus geen massa aan andere dingen ook wel gewoon bestaan. Het is ook weer een leuk interactief boek, want altijd wordt er gevraagd welk geluid zou deze tekening kunnen maken, dit ruiken. Het is ook wel gewoon een voorleesboek, hè? Maar het wordt gewoon heel vaak onderbroken door interactiemomentjes. En uiteraard spelen gevoelens ook een hele grote rol, want dat is dus ook echt zo'n typisch onzichtbaar ding. Maar het gaat echt kei diep. Je ziet al onder andere op deze pagina, hè, bijvoorbeeld het gevoel dat iets al eerder is gebeurd, of het verdwijnen in een boek. Dat zijn zo allemaal dingen dat je heel moeilijk kunt definiëren. Maar is dat nu leuk? Is dat minder leuk? Is dat wat akelig? De auteur geeft dan wel heel mooi de ruimte om zo, als het u heeft bang gemaakt, of als het zo wat vreemde gevoelens geeft, die mogen er ook gewoon zijn. Dit is een boek die werkt met die complexiteit. Daar zit de kracht in van dit boek. Je ziet dat ook op die printen waar dan alles samenkomt op het einde. De kindjes die kunnen dan echt zo benoemen wat ze al kennen. Het is perfect als je zelf ook met complexere situaties zit bij je kind. Die gewoon niet duidelijk te definiëren zijn als dit of dat. Dit is de boek van de nuances. Een boek dat ik zelf zal aanraden. Ze mij vragen van, heb je bijvoorbeeld een goede titel als ouders uit elkaar gaan? Of we hebben in de familie iemand dat ernstig ziek is of gestorven is. Of zo. Het gaat niet over simpele dingen. Het gaat over verdriet, het gaat over liefde, het gaat over keuzes maken. En dat zit allemaal in die wereld van onzichtbare dingen. Goed recommend, maar het is wel echt eentje. Dit kunnen we dan niet gebruiken of zo onder de 3 jaar. Dit gaat over eigenlijk heel abstracte dingen, net omdat ze niet te zien zijn. Dus ik zou sowieso wel kijken naar zo die kindjes. Minstens 3+, 4+. Verbaast u waarschijnlijk niet, maar ik neem er ook gewoon al eentje voor mezelf mee naar huis.